We besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de MDS, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Aan het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen wordt het overwegend droog en zonnig. In de middag is er echter kans op enkele lichte tot lokaal matige onweersbuien ten oosten van het kustgebied en delen van het binnenland. De Meteorologische Dienst Suriname heeft geen waarschuwing uitgebracht voor morgen.